oud-minister en directeur van het ministerie van Onderwijs, Harold Hubert Rusland, is afgelopen zaterdag naar zijn laatste rustplaats gebracht. Zijn uitvaart was met staatseer. Door emoties overmand, benadrukte Hugo Blanker, die samen met Rusland in de vakbeweging heeft gezeten, dat wij de verplichting hebben om het nalatenschap van de oud-vakbondsman levend te houden. Harold Rusland zou de langst dienende directeur van onderwijs zijn geweest. Minister Marie Leevens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gaf een voorbeeld van het karakter van de overledene. Op een dag tijdens de lerarenvergadering was ik zeer ontstemd en boos over het feit dat de student met 4 negens toch nog was afgewezen. Voor de tweede keer. En Harold Rusland was de enige docent die naar me toe kwam en zei: ik begrijp je. Hier laten we een talent verloren gaan en het kan niet. Het mag gewoon niet. Wat gaan we hieraan doen? Dat was een begin van een lange samenwerking. Een samenwerking waarin hij vanwege zijn ervaring de lied. Als oudste zoon memoreerde Gregory Rusland de vaderlandsliefde van zijn vader en het constante gevecht tegen alles dat onrecht is. Rusland, die in 1980 minister werd van Onderwijs, weigerde de functie in eerste instantie. Die discussies heb ik met hem gehad. En nadat ik initieel contact had gehad met de militairen, heeft hij zich onbereikbaar gemaakt. Totdat een middag ik thuis zat en ik toen een auto zag aankomen, bleek de auto te zijn van president Verrier met een afgezant, waarmee gevraagd werd waar mijn vader was, omdat ze hem niet konden bereiken. Ik heb toen met de persoon gezeten, ik zal de naam niet noemen. En de persoon heeft mij aangegeven dat de president hem dringend nodig heeft. En heeft me toen ook uitgelegd waarom. Ik heb toen verklapt waar mijn vader was, omdat ik het wist. En de mensen zijn er naartoe gegaan. En hebben hem gehaald. En hebben hem toen gebracht naar president Verrier. Ik denk dat waarschijnlijk niemand dit verhaal echt kent. Harold Rusland, die ruim 2 jaar onderwijsminister was, trok zich in 1983 tot zijn dood terug uit de actieve politiek. Rusland werd 84 jaar en vindt zijn laatste rustplaats, de Mariusrust.